even kijken, want ik woon hier eigenlijk nou ja, al 82 jaar en ik ben er nog nooit in geweest. Dus nou ja, nou moet ik eens even kijken. Het is druk op de open middag van Huis ter Duin. Het pand is flink verbouwd en dat maakt nieuwsgierig. Moeten we deze kant uit naar de keuken? En dan naar de andere keuken? Nee, die grote keuken, ja. Ja, daar ben je net geweest. Ja. Dus ik zou zeggen, als iemand goed is in Nederlands... Medewerkers van het COA geven uitleg aan de bezoekers over het leven van de vluchtelingen. Waar kom je vandaan? Waar is je paspoortje? Welke straat woon je? En dat gaat zo door. En dan moeten ze dus de duo doen. Dan moeten ze de Nederlands les doen. De mensen zijn kapot s'avonds. Ja. Dit is dan de keuken. Ja. En er blijkt dus nog een tweede keuken te komen. Dus ook op de eerste etage is nog een keuken, maar die is wat kleiner. Maar die heb ik nog niet gezien. De dorpsraad heeft zich er tegenaan bemoeid. Ja, de dorpsraad. Ja, want in het begin had men over 3 keukens. En op de informatieavond zagen wij alleen op de bouwtekening 1 keuken. En dat was deze. Jullie dachten dat is tekort? Dat is veel te weinig voor 225 mensen. We denken niet aan de toestellen. Wel een mooi uitzicht, hè? Ze hebben een prachtig uitzicht. Ja. U heeft net een rondleiding gehad. Wat vindt u ervan? Ja, perfect. Het ziet er prima uit. En, ja, die mensen joh, die zijn zo blij dat ze hier goed opgevangen worden. Ja, dat kan niet beter. En ik heb hier ook het volste vertrouwen in, hoor, in petten. Er was natuurlijk een hoop weerstand tegen. Het zal 100% meevallen.